Goedemiddag, lieve vrienden. We leven alweer op 5 september en het is 13:04, oftewel 4 minuten over 1. Het is donker, het is triest, het is regenachtig, onweer opkomt. Maar buiten dat allemaal al wens ik jullie allemaal een hele fijne middag toe. En van harte welkom bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, nou ik heb jullie op een stellage potten staan, mijn koffiepot, mijn melkpot en mijn suikerpot. Ja, om jullie een beetje hoog te krijgen, anders stond het niet goed. Ik heb de lamp niet aan, ik hoop dat ik goed overkom, want het is nogal donkertjes. Ook in huis, en ik denk bij een ander ook wel, die hetzelfde weertype hebben dan wat wij hier hebben. Maar om daar een lamp voor aan te moeten doen, nou nee. Sorry, dat doe ik niet. Nee, dat nemen ze op de koop maar toe. Ik vind het een beetje zonde. Ja. Ik heb mijn lunch voor mijn neus staan. En ik heb een bak koffie. En ik heb een afwas op mijn aanrecht staan. En ook opruimen. En de diertjes, ik zal hem weer even pakken. Zo. En de dier zit te eten. En dan loopt er nog eentje rond. Ik zal mijn klepje ook even dicht doen, dan zie ik zelf wat. Daar zit er eentje. En er zijn er twee naar buiten gegaan. Dat is die rode en die kleine zwart-witte, maar ze zijn alweer verdwenen ook. Nou ja, het regent een beetje, nog niet heftig, maar we krijgen wel een hele piek. Ja, jullie zien het al een beetje nat worden. Ik heb die in de plant die op tafel stond naar buiten gezet en ik denk, dan krijgt hij ook wat water op zijn kop. Ja, nou en, die ligt alweer op de bank. Ja. Nou en ik heb weer een opdracht van een mevrouw binnen voor een poes. Poesjebeest die is overleden. Maar ze heeft maar één foto, dat is die. Vind ik een beetje zonde, want zijn pootjes staan er niet op. Want dan had ik de rest helemaal uitgetupt. De achtergrond weggehaald. En, maar ja, dat kan nou niet. Nou moet ik dat beestje in gaan lijsten. En dan op die spiegel zetten. Ja, dat is de UPS. Maak nog reclame en ook en ik krijg er niet voor betaald. En ik ben er niet voor gesponsord. Nee. Nou kijk eens boos man. Jongen. Die kieke boos. Worldwide Surfers. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen dat meneer boos kijkt. Nee, echt niet. Dan moet hij een beetje. Als hij zo aan de deur komt, zullen de mensen leuk vinden, toch? Ja, die vinden dat niet leuk hoor. Nee. Zo met een chagrijnige kop aan de deur komt. Wie vindt dat nog leuk en wie vindt dat nog fijn? Ik kan mezelf niet in het licht zetten. Jeetje. Heb ik dan nou echt die lamp aan? Ik draai weer even om. Dan wil je toch schelen? Kijk maar dat ik scheel kan worden. Nou ja, we zullen het proberen. Dan is het... op loop zit ik erin. Oeh ja, zie je? Dan word ik scheel hoor. Maar ja, jullie zien me nou wel, denk ik, hè? Beter. Of niet? Of maakt het jullie niks uit? Ja, ik laat het even aan jullie over. We laten het even weten wat voor jullie beter is. Dat ik in het licht zit. En, jullie zien me nou beter, denk ik. Nou, laat het even horen graag. Ja, en ik wens jullie een hele fijne dag. En geniet ervan. En ik spreek jullie later. Hallo lieve vrienden. Ja, het is middag. Het is 15:20. Het is bijna 3:30. De juwelier die belde mij op. Terwijl de goudsmid. Het is een goudsmid. Ja, geen juwelier. Nee. Die belde mij op, zijn armbandjes klaar. Ik
had toch een armbandje gekregen van Corrie, die oudere lieve dame. Nou, ik heb hem weer om. En er hangt dus een hartje aan. En in de ene kant stond de naam van mijn mannetje, Jack. Maar aan de andere kant stond er niks. Ik zei, waar is jouw naam? Hoeft niet. Ik zei, wat hoeft niet? Stuur me dat. Ik zei, ik heb hem voor jou. Ik zeg, en dan ook ter ere voor jou, dat is een herinnering aan jou. Nee, hoeft niet. Ik zeg, hoeft wel. Nou, dat moet je zelf weten, zegt ze. Dus dat heb ik laten doen. En nou staat haar naam aan de andere kant erbij in. En mijn meisje die is gelukkig binnen. En die is over koudjes weer. Hallo. Hallo. Nou, jullie horen het denk ik wel. Het is een verschrikking, hè? Ja, moet ze maar niet meer dan 24 uur wegblijven. Hé, hey, en daar ligt de rode. Ik wou er graag door. Mag dat? Ga je even opstaan? Doe. Doe dan. Zo. Kan ik er ook weer door? Ja toch? En mijn hondje ligt er ook. Die ligt daar weer. Jongen, hou. Ja. Kijk even de pootjes. Zo. Ja, ik heb wielen onder me. Ik kan er niet overheen rijden, maar er wel tegenaan. En dat doet ook pijn, ja. En er is niks aan. Nee. Ik heb de deur wel gewoon open gehouden, want het regende niet in. Maar ik heb wel moddervoeten van de goudsmid in mijn huis. Maar dat doet er niet toe. Morgen komt Rebecca weer, dus. En die zou morgen dweilen. Maar ja, het is nat. Zo te zien is het wel droog. Dat zie ik aan de rode poort. De rode poort is normaal als het regent donker. Maar nou is die niet donker. Nou, dat is allemaal donker. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik zag eventjes wat, maar ik wist even niet wat, maar het was niks. Nee. En mijn hondje, die is ook lief. Die is zo geweldig lief, hè? Ja, maar dan oké, ik moet morgenochtend een afspraak maken met mijn huisarts. Want het gaat niet goed met mij. Nee, met mijn maag niet. Ik ben er echt af en toe beroerd van en het komt allemaal omhoog. Maar ja. Ik kan de pret niet drukken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, ik kan niet bukken, niks. Ik kan niet eten, niet drinken, niks. Dan begint die maag omhoog. Ik eet natuurlijk wel, maar ik gelijk me los. Ik denk dat het allemaal stress is. En ik hoop dat het over zal gaan. Ik hoop dat er medicatie ervoor is. Dit kan zo niet. Maar oké, ik zal morgenochtend dan voor een afspraak gaan maken. En dan misschien dat ik morgen aan het einde van de middag terecht kan. Nadat Rebecca is geweest, want ik kom morgenmiddag. En dan zullen we het beleven. Ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog even verder van jullie dag. Ik ben op Facebook te vinden nu. En ik zou zeggen, ik kom ook naar Facebook. En word gezellig lid van de 50PLUS en de Babbelaars en... Ja, ik ken nog veel meer groepen. Ik ben gewoon onder Corina met IE, Luisterburg de Jong daar te vinden. Dus ja, zoek me op en kom er gezellig bij. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei doei. Ja, lieve vrienden, dan zijn we weer even. Jullie staan nou een keer op mijn bureau. Ja, oh, mag dat? Ja hoor. Met de camera wel. Maar oké, het is bijna, het is 6 uur, mag ik het zo zeggen. Ja, de pc heeft het 1759, ik ken het al 6. Dus ja, het maakt niet uit. Ik heb die lamp aan, want het wordt weer donkerder, het wordt kouder. Ik heb de deur nou op
kleine haakje, zodat de dieren niet meer naar buiten kunnen al. Want ik wil die kleine zwart-witte binnenhouden. Waar ze nou is, weet ik niet, maar ze is binnen, dat weet ik wel. Dus ik denk dat ze een verdieping hoog is. De rode die zit achter me, mijn prinsesje die zit daar, ja, op de stoelleuning. En hier komt die rode aan, kijk, ja. En mijn hondje natuurlijk, ja, waar ligt hij anders dan op de bank? Ja. Dus, ja, en alles is lekker binnen. En om 6:30 dan is het de dierenvoedingstijd. En daarna is het mijn tijd. En ik ben nu nog op Facebook bezig. Dus dan gaan we lekker verder doen en genieten. En ik hoop aan één kant dat Chrissy vanavond nog komt. Want daar had ze het gisteren wel over. En ja, morgen is ze jarig, maar ze viert het niet. Nee, ze wil op haar eigen manier iets doen. Vanwege ook haar man. Die is dan ook niet meer. Die is even iets eerder overleden dan die van mij. Maar dat doet er allemaal niet toe. We gaan ieder met ons leven lekker door. En wij genieten er ook van op onze manier. En zij wil iets doen, iets, ja, ik weet het niet. Ik heb wel gezegd, wil je het alleen nog doen of wil je hebben dat ik erbij ben? Nou, dat merk ik wel. Daar heeft ze nog niet op geantwoord, dus ik merk dat vanzelf wel. En ja, voor de rest gaat alles goed. Enkel, ja, morgenochtend ga ik de huisarts bellen. Voor mezelf, vanwege die gekke maag, want die zo. Dat gevoel heb ik tenminste en het zuur en pijn en brand, dat ja, ik hoef maar wat te nemen en ik heb er last van. Dus dan gaan we even voor naar de huisarts toe en dat probeer ik morgen aan het einde van de dag te plannen, omdat ik ook morgenmiddag Rebecca krijg. Ja. Oh, daar is mijn meisje alweer. Zal dat even pakken? Wat is dat? Nee, wat is dat allemaal? Nee, ja nou. Ja, ben je op de grond? Ja hè. Doe maar. Kom een hondje toe. Maar oké, ja, je kan niet naar buiten. Dus kijk even naar de deur, maar dat gaat dat er niet worden. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles nog waar jullie nog doen gaan. Voor degenen die al hebben gegeten, bon appétit. Tenminste, die nog gaan eten en degenen die al hebben gegeten, mag het wel bekomen. En een hele fijne avond. Ja, geniet ervan. En ja, ik ga nog even verder. Ik eet altijd veel later. Ik had tijd al gedaan. Ja, niet met de kinderen hoor. Dat de kinderen nog thuis klein waren, nee, aten eerder. Maar ja, de kinderen zijn het huis uit. Dan ga je toch op een andere manier een beetje leven. En dan, ja, dan ga je ook anders eten op een andere manier. Zoals ik eet in mijn eentje ook geen aardappel. Nee, wat moet ik met een aardappel? Het is ook ongezond, te veel aardappel. Nou, ik eet één keer in de week aardappel met Astrid dan bij mij. Nou, dan eet ik een aardappel, dus tenminste aardappelpuree. Want aardappelen in huis halen voor mij wordt heel erg duur. Ook al is het bij wijze van spreken 98 cent of weet ik veel. Maar ik let er trouwens niet meer op, omdat ik het toch niet haal. Maar ze staan hier te spruiten, dan kun je ze weggooien. Dus dat hoeft voor mij niet, nee. Dus ik ga gewoon halen aardappelpuree in huis. En dat is ook goedkoop. En dan krijg je toch je aardappel in. En ja, voor de rest eet ik dus zoals jullie weten groenten en vlees. Ja, en heb ik geen vlees, nou ja, dan neem ik er een eitje bij. Ja, ik heb vanavond een belofte, want ik ga zo een eitje koken en een vleesje bakken. Nou, dan heb ik twee keer vlees.
En ik eet spinazie. Nou, lekker toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En willen jullie mijn kanaal dat duimpje omhoog doen? Niet naar beneden? Nee, dat is niet goed naar beneden. Nee. Wel omhoog. Ja. En natuurlijk, abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. Je bent altijd welkom. Kom er gezellig bij. En ja, op Facebook, hè? De Club van de 50-plussers. De Babbelaars heb ik. Ik heb zoveel groepen. Kom in mijn PB, persoonlijk bericht. En vraag. Want ja, niet de jonkies die mogen dus niet lid worden van de 50-plussers. Nee, dat is vanaf 50-plus en ouder. Vanaf 50 jaar en ouder. Ja, al ben je 100, mag je nog lid worden. Maar voor de jongere generatie heb ik ook wel. En dat is bij wijze van spreken de Babbelaars. Daar zitten ze van jong tot oud. Ja, dat is voor ieder wat wil. Dus kom erbij en wees blij. Ja, dan ben ik het ook. Ben jij blij, ben ik ook blij. Dus kom erbij en geniet. Zeg lieve vrienden, tot vanavond later. Doei doei. Yes, zo lieve vrienden. Ik heb mijn eten voor mijn neus thuis, als jullie het zien. Spinazie. Vroeger, door mijn oudste broer kwam dat. Die zei altijd iets anders. En dat zeg ik ook. Maar niet voor de vlog. Nee. Nee, dat zeg ik maar niet. Nee. Nou, lekker eitje erdoor. En een stuk vlees erbij. Pijntje en een bakje koffie. Ja, toch maar weer een bakje koffie. Mijn tweede bak koffie voor vandaag. Hoe doe ik dat? Ja, doordat ik last van mijn maag heb steeds. Ja. Dat ik ga lekker eventjes eten. En ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, er ging er even eentje naar buiten. En dat in de regen. Doet ze anders ook nooit. Het regent, meis. Het regent. Ja, lieve vrienden, het is alweer donderdag. En ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Natuurlijk bij Corinna en de Beestenboel. En het is vandaag 6 september en we leven om 4 minuten over 12. Ja, straks komt Rebecca weer, mijn huishoudelijke zorg. Ja, en uiteraard, je mag dan niet vloggen, hè? Nee, mag van hun baasje niet. Stel je voor dat ze zelf wel willen, hè? Nee, mag van de baasje. Maar ja, oké, maakt niet uit. Ik ga zo eventjes mijn lunch klaarmaken en we gaan er weer. Vrolijk tegenaan. Ik heb de dokter gebeld. Ja, wat denk je? Zit er vol. Ik vraag vanmorgen. Moet ik morgenochtend ultra vroeg bellen? Misschien dat er dan een plekje vrij is. Is je geen maandag dan? Eind van de middag of zo? Weet ik veel. Nee, konden ze niet bekijken. Ik denk, nou zeg, cool. Mijn wiel niet allemaal automatisch geïnitieerd. Via het systeem, agenda via dat systeem, want je kunt ook via de site, kan je er komen om dus een afspraak te maken, om medicatie te bestellen. Maar ik doe dat liever telefonisch, want ik vind dat onmenselijk. Ja, dat doe je niet. Het is eventjes afwachten, dan moet ik morgenochtend om gelijk om 8 uur al bellen, in de hoop dat er een plekje vrij. Vind je dat? Terwijl ik gisteren van een vriendin hoorde op Facebook, bij hun kun je de hele dag gewoon doorbellen. Ja, maar die hebben het dan denk ik nog niet geautomatiseerd. Of wat dan ook. Die zijn tenminste menselijk, laat ik het zo zeggen. Ja, zo was het vroeger hier ook. Maar ja, alles wordt via dat systeem gedaan. Nou, ik bel liever en ik maak gewoon mondeling een afspraak dan via dat ding. Maar oké, we proberen het morgen opnieuw en we zien dan wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ondanks het slecht weer is, ga ik toch proberen te genieten van de dingen die ik doe gaan.
Ik moet de camera nog leeghalen van gisteren. En we zien wel weer of dat genoeg is om daar een vlog van te maken. En anders komt het er van vandaag erbij. Dus zeggen, lieve vrienden, geniet en doe je ding. En tot vanmiddag later. Ja, doei doei. Ja, daar waren we weer even, lieve vrienden. En het is nog steeds triest. Hé, de kat is open. Mag niet. Nou ja, oké. Komt zo wel. Het is nog grijs en alles. Maar het is nou wel droog. Dat ik ga zo even de deur uit om een boodschapje te doen, et cetera. En even een frisse neus halen. Want ja, ik zit nou toch alweer even in een halve week binnen. En ik kom even uit. Ja, mooi terug bij de slaap. Dat ja, dat die krijgt dus zowel melkkorf. Nou ja, één keer melkkorf en dat dingetje is weg. Jongen, nog voor klein hondje. Maar ja, oké, ook voor kleine hondjes moeten er wat zijn, hè. Ja, dat, ik heb een heel mooi plaatje trouwens gemaakt voor een vriendin die haar kleindochter, die is binnenkort jarig. Ik zal jullie die even laten zien, maar dan moet ik hem eerst even groot maken voor zelf. Anders zien jullie twee keer niks. Open hem net. Schattig. Ja, meisje wordt 2 jaar, dus ja. Dan moet je toch ook spulletjes voor zo'n meisje erbij zetten, hè? Ja, wat geweldig toch. Maar oké. Ze was er blij mee. Dus ja. Komt ook weer op een taart. Voor de kleinzoon is het ook op een taart gekomen. Dus helemaal geweldig. Ja, ik zal hem trouwens gelijk opruimen. In de desbetreffende map. Dan zal ik die van de kleinzoon nog een keer pakken. Dan weet ik ook niet welke ik moet hebben. Even zien hoor. Want ik heb er 2 namelijk. Openen met. Ja, ook die. Ja. Kijk, dat was voor de kleinzoon. Die werd 1 jaar. Lekkere toet. En die heeft zichzelf bij de HEMA op een taart laten zetten. Nou, ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Helemaal geweldig. Dus ja, dan weet je gelijk wat ik maak en wat men ermee kan doen. Je kan het uitprinten als je een printer hebt en anders stuur je hem door naar iemand die wel een printer hebt. En dan kun je hem op een taart zetten voor je kleinkind of voor wie dan ook. Ja, of voor jouw kind. Ja, weet ik veel. Dus kom maar bij mij en ik maak het hoor. Ja, enkel ja. Voor wildvreemde mensen vragen wat geld voor. Voor vrienden, een vriendenprijsje. Uiteraard, die betalen ook, maar dat is dan een vriendenprijsje. En wildvreemde, dat is wat duurder. Maar over de prijs valt altijd overeen te komen. Dus zeggen, kom. Ja, je ziet nou wat ik allemaal kan. Dus kom erbij. En gewoon op Facebook ben ik te vinden. Gewoon onder mijn naam, Corina Luisterburg de Jong. Dus, geweldig toch? Ik ga nou verder bezig en ik ga mijn dingen doen, boodschapje halen, etc. En ik zie jullie straks wel weer. Mijn huis is trouwens schoon, dat heeft Rebecca wel weer eventjes voor me gedaan. Ook lekker gedweild, dus ik ben weer blij. Het is allemaal weer lekker spik en span. Ja, 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 ja. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, daar zijn we weer, lieve vrienden. Ja. Die heeft ook nog wat te zeggen. Hè? Ja nou? Ja toch? Of niet dan? Heb jij ook wat te zeggen? Nee? Ja, ik ben dus weer terug van boodschappen doen en ik heb het ook al opgeruimd. Dus ja.
Het is weer aan de kant. Hondje was natuurlijk ook weer blij. Ja. En waar mijn andere dametje is, dat weet ik niet. Die heb ik wel al onder auto's hier en daar in zien liggen. Maar ja, die is gewoon niet in huis. Die wil weer eens niet komen. En de rode rakker die is net weer naar buiten toe. Ja, dus het komt allemaal goed. Ik ben met mijn tweede bak koffie bezig. Ik ga een hoop, die ga ik nou inschenken. En dus, hopla, dus ik heb meer water dan koffie vanwege mijn maag. Ja, lijkt net thee. Maar oké, het is ook regenachtig nog steeds, maar het is niet koud, nee. Het is lekker. Ja, mrouw, mrouw. Oké dan. Mrouw, mrouw. Ja, het is gewoon lekker qua temperatuur. Het is helemaal niet koud. Ik heb wel mijn vest aan, omdat die jas die ik natuurlijk heb, die zit nylonvoering in en dat gaat zweten. Dus ik doe er een vest onder. Maar ik had mijn jas niet dicht. Nee, was niet nodig. En ik ben toch boos geweest op een wildvreemde. Ja. Ten eerste, ik zit dus in de buurtpreventie. En er stond een auto geparkeerd op de stoep bij de deka voor. Mag niet. Je mag daar niet geparkeerd staan. Maar de chauffeur zat erin, dus ik zei het keurig netjes zeker. Komt er een andere man aangelopen en die begon zich ermee te bemoeien. Dat ik een brommerplaatje op mijn booster heb en ik mocht niet op de stoep rijden. Ik moest op straat rijden, ik mocht de winkel niet in. Wat? Nou, ik was toch woest op die vent. En dan ging de hele tijd maar door, hè, in de winkel ook, tegen mij tekeer te gaan. Dat hij denkt zeker de koning van de helden te zijn of zo, ik weet het niet. Ik kon die helemaal niet. Dus ja, wat bemoeit je zich mee? Laat hem opstouten, ik mag het. Maar hij mag het niet. Nou ja, ik denk ook, hij is zeker de koning van de helden, laat maar. Maar ik was wel best boos, maar ik hou me dan wat in. Ik bekijk het maar. Ik denk straks, dan krijg ik op mijn hartjes van hem. Ik denk, dan lig ik in het ziekenhuis, moet ik maar niet. Want zo zag ik hij er wel naar uit. Nou, wegwezen. Is hij helemaal bij zo niet, hè? Die denkt hij wel. Maar oké, lieve vrienden, dat is dus gebeurd en geweest en ik heb het nodige weer even in huis gehaald, dus ja, dat zit weer op. En ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag nog. Ik ga nog ook even wat doen, even naar internet met mijn bakje koffie en ik natuurlijk heb ik een bounty. Kijken of ik dat kan handelen met mijn maag. En ja, we zien wel, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn diertjes zijn aan het eten. Je moest daar... Ja, hey, hallo! Nou ja, die zit te eten. En dat dametje zit te eten. En achter de deur, ja, daar zit die rooi natuurlijk, hè. Kijken of we hem spotten kunnen. Ja, daar zit hij. Dus ja, dat komt allemaal goed. En dan ben ik aan de beurt. Dus ja, ik heb de boel ook al klaarstaan tot zover. En dan ga ik ook eten. En dan wens ik jullie allen een hele, hele fijne, liefdevolle avond. En ook van de diertjes natuurlijk. En ook aan jullie diertjes. Ook die allemaal. Hele fijne avond. En ik zou zeggen, geniet ervan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.